altijd al terug gewild naar een voor jou dierbare plek, ergens in Nederland? Dan is dit jouw kans. Stap in de locobus en rij met ons mee. Naar het huis waar u geboren bent, de trouwlocatie, het kerkje, de plek waar u ten huwelijk bent gevraagd, jouw eerste kus of ontmoeting, je school van vroeger. Niets is ons te gek. We stoppen op mooie locaties en verwennen jou met een heerlijke lunch van Bakkerij Jonker. Dus geef je op. Maximaal 2 personen op 1 van de onderstaande adressen. Locomedia Groep, lekker lokaal. Nu zijn we in het dorpje Oosterum. Dat ligt tussen Ee en Dokkum. Ligt dus in de route. Hier had een kleine ijsbaan en hier ligt hij mijn roots van het schaatsen. Als hier ijs op lag, gingen wij als kleine jongen, gingen we hier schaatsen. Dus hier heb ik eigenlijk het schaatsen geleerd. Supermooi. Ja. De passie is hier ontstaan. De passie is hier ontstaan. Om lang verhaal kort te maken, we hebben hier een keer een wedstrijd gehad en toen werden we derdes. Maar dat ging van de leeftijd van onder de 15 jaar. Die jongens die 1 en 2 waren, die hadden bij een grote krans en die gingen er mooi mee naar huis. De volgende dag werd die kransen teruggebracht door de ouders van die jongens. Maar die jongens die waren ouder. Die waren 16 jaar en was van onder de 15 jaar. Toen werden dus wij werden alsnog weer tweede. Dat is weer een herinnering. Als je hier komt, dan denk je, oh ja, dat is er toen gebeurd. En zo leuk dat het nog steeds een ijsbaan ja, is, hè? Ja, het is, ziet er nog keurig netjes uit. Supermooi. Staan we hier bij een prachtig beeld van Bonifatius. Het enige wat de meeste mensen weten is dat hij bij Dokkum is vermoord. En nu Willem eigenlijk zijn reis hier door zijn geboortegebied doet, wil hij eigenlijk ons ook even Dokkum laten zien. En ook wat Bonifatius nog meer heeft betekend. Ja, nou je staat hier bij het martelaarsbeeld van Bonifatius. Je ziet hier een standbeeld van, je kan wel zien, een eigenlijk een wat oudere man. En volgens de bronnen uit de vroege middeleeuwen, want toen leefde hij in de 8e eeuw, 754 na Christus, dat is dus verschrikkelijk lang geleden, was hij dik over de 70. Sommigen zeggen misschien wel 80. Nou, dat is ontzettend oud in die tijd. Dat betekent ook dat hij een hele loopbaan al gehad. Dus er komt hier eigenlijk een man het christelijk geloof brengen, boven de rivieren in het Friese gebied, die eigenlijk in Europa best heel bekend is als een soort kerkleider. Dus als hij hier doodgeslagen wordt door de Friezen, want de meeste Friezen waren niet christelijk, sommigen wel. En hij ging hier een paar jonge Friezen vormen, zoals het dan heet als bisschop. Dus wijden tot lid van de kerk. Dan wordt hij hier overvallen, het kampement.
En het bijzondere is dat door dit verhaal is eigenlijk Dokkum begonnen. Er was helemaal geen Dokkum in zijn tijd. Dan was dit hele landschap was een beetje zo groen als het landschap wat jullie misschien onderweg gezien hebben toen je met Scherion hebt rondgereisd. Alleen toen was het nog zeegebied. De zee ging heel ver het land in. De zeedijken waren er niet. Dus als Bonifatius hier komt, dan is dat met een bootje over wat nu de Waddenzee en de Noordzee is. Hij vaart hier een stukje naar binnen. Klimt dan bij een terpje omhoog. Is daar met mensen gaan praten die dus bekeerd wilden worden. Heeft zijn kamp opgeslagen en wordt in de vroege ochtend om 5 uur overvallen. En het verhaal gaat, en dat kun je ook zien, dat hij met een boek probeerde zich te beschermen tegen de zwaardslagen van de aanstormende Friezen. Nou, dat heeft hij dus niet gehaald. Maar er wordt in Duitsland, omdat hij daar vroeger lang gewerkt heeft, wordt nog altijd een boek bewaard met zwaardslagen in de kaft. Dat is een middeleeuws boek. En een interessante bijkomstigheid is dat boek is niet gewoon de Bijbel, dat denken heel veel mensen, maar het is een studieboek. Dus dan moet je je voorstellen dat je dus als bejaarde senior in de vroege middeleeuwen, zonder enig comfortabel accommodatie, zit je dus met het kaarslicht nog te studeren. Dus deze man was behoorlijk gedreven en fanatiek. Maar ja, hij wordt ook onmiddellijk heilig verklaard. En dat maakt Dokkum al vroeg in de middeleeuwen bekender dan nu bijvoorbeeld Amsterdam. En hier nog een soort van vijver? Ja, dit is geen vijver. Dat is een beetje jammer. In 2008 hebben ze er dat ogenschijnlijk van gemaakt. Maar eigenlijk is dit een bron. Dus als je dit water eruit pompt, en dat hebben ze ook wel gedaan, dan staat hij in 2 dagen staat hij weer half vol. Het unieke daarvan is dat die bron is er waarschijnlijk ook geweest in de tijd van Bonifatius zelf. Dus in de tijd waar we zo net over spraken, dat hier helemaal nog geen bebouwing is. En nu is alles bebouwd hier. Er is hier een hele stad gegroeid. Toen was die bron er al. Sterker nog, Dokkum lag eigenlijk aan zee, zout water. Dus het meeste water in de omgeving, ook van de Friezen die hier wonen, was dus zilt. Kon je dus niet drinken. En dan is daar ook een Bonifatius legende over, dat door het feit dat na de dood van Bonifatius men een kerkje bouwde op het terpje in de binnenstad, wat nu de binnenstad is, en toen was het nog een gewoon kaal terpje, is er een paard dat zakt met zijn benen in de klei, trekt zijn benen weer terug en dan ontspringt daar ineens een zoetwaterbron bovenop een terp. Nou, dat vonden de middeleeuwen een mirakel. Hoe is het mogelijk dat je vlak bij zee, waar alles zout is, zoveel zoet water? Dokkum heeft nog altijd veel zoet water in de bodem. Oh ja. Dat zie je dus nog aan deze bron. Andere bronnen in de binnenstad zijn inmiddels gesloten. Maar eeuwenlang heeft Dokkum in hele middeleeuwen lang heel veel zoet water gehad. Dat is een van de redenen geweest waarom hier vrij snel toch wel een stadje kon groeien. Want al die mensen hadden natuurlijk drinkwater nodig. Ja. En als dat zo dicht bij huis is, dat was niet op heel veel plekken zo in het noorden. Ja, nou, je zei zo straks dat Dokkum zo bekend is vanwege Bonifatius, en dat is ook zo. Maar Dokkum is sinds 100 jaar, dat is eigenlijk nog best wel kort, ook bekend als keerpunt in Alstedentocht. En wat wij hier vaak zeggen is, en uitleggen aan de mensen, is Dokkum is een van de 11 steden. De meeste van die steden liggen eigenlijk best wel in een mooie halve cirkel door de provincie. En dan zijn de 11 stedenrijders s'avonds, en meneer Scherion kan er alles over vertellen. Dan ben je hartstikke doodmoe en dan zit je daar ergens bij Vinkum. En dan ben je eigenlijk best wel in de buurt van Dokkum, van Leeuwarden. En dan moet je verdorie nog dat hele end in het donker naar Dokkum. En dan ook nog weer hetzelfde stuk terug. Ja. Nou, de excentrische ligging van Dokkum, een beetje extreem buiten de gewone cirkel, komt door de aanslag aan Bonifatius. Als die man niet op dat moment daar was doodgeslagen, was daar nooit zo vroeg in de middeleeuwen een stad ontstaan. Nou, de Elfstedenroute. Eigenlijk te danken, aan Bonifatius. Precies. Ja, toch wel. Maar heb je er spijt van? Of, nee. Nee. Vond het wel leuk, ik vond het wel leuk, het was bijzonder. En je komt dezelfde route weer terug. Ja? En dan kwam je de jongens tegen, je concurrenten, die kwam je weer tegen. Maar wij zaten toen nog in de eerste groep. Ja, hier niet meer, want hier kwamen de eerste 4, 5 man. Maar daarachter zaten wij gelijk alweer. Dus we kwamen ze op keerpunt kwamen we tegen. Maar als wij dan weer richting Bartelheim gingen, dan kwam je concurrentjes die kwam je tegen. Nou, hoe lang zit je voor? Kun je zo wel een beetje uittellen. Van, 2 minuten voorsprong. Oh, 3. Oh, er zitten ons niet veel meer op de hielden. Zo ging dat. Ja. Met Benny van der Weijden en Egbert Vossenbelt. Ja.
waar staan we hier? Ja, we staan nu binnen in de Bonifatiuskapel. Dat is dus de Bedevaartskapel die gewijd is als herdenking aan Bonifatius op 5 juni vermoord. Een tijd van de vroege middeleeuwen, wat ik zo straks vertelde. En als je goed rondkijkt in deze kapel, dan roept het ook bij heel veel bezoekers de sfeer op van middeleeuwen. Je ziet hele grote zware stenen. Je ziet halfronde kleine ramen. Dat doet denken aan de Romaanse bouwstijl van de oudste kerken in Europa. Die zitten hier in het noorden nog vaak op de terpen en wierden van Friesland en Groningen. En die sfeer van de middeleeuwen en van de kloosters ook, die wilden heel bewust de oprichters van deze kapel ook oproepen. Als herinnering aan de tijd van Bonifatius, de tijd dat de kerk nog niet verdeeld was. En het is een bouwsel van pater Titus Brandsma, een Friese priester, katholiek. En de architect Valk, die hebben er samen over gepraat. En dan krijgt de architect een opdracht, hij moet een pelgrimskapel bouwen die in verbinding staat met het open Friese landschap. En die verbinding doet hij met een half open lucht. Maar hij doet het ook met een architectuurstijl die doet denken aan de middeleeuwen en de kloosters. Maar is het nu ook een oud gebouw? Nou, het lijkt dus heel oud, wat ik wel wat beschreven heb. Maar het is gebouwd in 1934. Dat is eigenlijk de 20e eeuw. En het is heel bewust zo gemaakt om die herinnering aan de middeleeuwen op te roepen. Om dicht bij de herinnering van Bonifatius te komen. Het doet denken aan kloosters. Kloosters die hier heel veel in het noorden stonden vroeger in de middeleeuwse tijd. En die allemaal met de protestantse reformatie zijn afgebroken. Dus de bouwers van de kapel, Titus Brandsma en architect Valk, hebben in 1934 eigenlijk met dit gebouw willen zeggen, wij zijn nog steeds als katholieken onderdeel van die oude, ongedeelde middeleeuwse kerk die begonnen is door Bonifatius.